hoor, we zijn een griffiers. Dit is de administratie ook erbij van de griffiers civiel kantoor. En straf en hof. We zijn hier omdat we in actie zijn ten aanzien van onze voorstel, ten aanzien van ons toelage en een loonaanpassing. We hebben communicatie gehad met ons werkgever en dat is de minister van Justitie. En u kunt zeggen, we hebben geen compromis bereikt. Vandaar dat we hier zijn bij de president om onze petitie in te dienen. We zijn in actie, kan je zeggen. We zijn wel in actie nu, want we hebben vandaag niet gewerkt. Wat houdt die actie in? Dat we gewoon niets hebben gedaan. We hebben ons werk gewoon neergelegd voor vandaag. Voor vandaag alleen? Ja, dus vooralsnog voor vandaag alleen. Wat willen jullie concreet? Concreet is het voorstel die we hebben. Wat wordt het voorstel in? Dat we vragen verhoging van ons toelage. We hebben vervoerstoelage van 40 SAD en we hebben telefoontoelage van 15 SAD en onze representatietoelage is 10% van onze bezoldiging. Van de administratie gaat wel verschillen omdat zij niet alle toelagen krijgen. We hebben een vervoerstoelage van 20 SAD, we hebben ook om een verhoging daarvan gevraagd. Van hoeveel? 20 SRD, onze vervoerstoelage. En per maand. Het bedrag dat we vragen is 1500 SRD per maand. Dat is een enorme verhoging van 20 SRD. Natuurlijk, want dat bedrag van 20 SRD is al lang achterhaald. We weten allemaal hoe duur benzine tegenwoordig is. We redden het niet meer om elke dag met het bedrag van 20 SRD te tanken om naar het werk te rijden. Dat is toch logisch? Betreft petitie, vereniging van griffiers bij de rechterlijke macht. Geachte excellentie, wij griffiers, aangesloten bij de vereniging van griffiers, bij de rechterlijke macht, hierna te noemen de vereniging, doen hierbij een dringend beroep op u, zijn excellentie de heer Sechan Santoki, om nota te nemen van het hierna volgende. Ten aanzien van de toelagen, de representatietoelage te brengen naar 20% van de maandbezoldiging, akkoord met het voorstel dat mondeling is gedaan door zijn minister. Vervoer van 2000 SRD per maand vragen wij. Telefoon voor 1000 SRD per maand. Ten aanzien van de secundaire voorzieningen, SZF-tandheelkundige C-pakket, akkoord met het voorstel wat ons is geboden door de regering. Het gezichtsvermogen, de regering heeft het bedrag van 3500 per 2 jaar op 3-declaratiebasis toegezegd. Geachte excellentie, wij administratief personeel aangesloten bij de bond Griffiepersoneel bij de rechterlijke macht, hierna te noemen de bond, doet hierbij een dringend beroep op u, zijn excellentie de heer C. Santoki, om nota te nemen van het hierna volgende. De BGP gaat akkoord met een overbruggingstoelage van 30% van de maandbezoldiging, doch onbelastbaar. Stelt zich op het standpunt dat de vervoerstoelage zoals die nu bestaat niet meer met de realiteit te vergelijken is en derhalve verhoging van deze toelage noodzakelijk is en wel tot het bedrag van 1500 SRD per maand. En nadert u met het verzoek om al haar leden de vervoerstoelage toe te kennen met een terugwerkende kracht tot januari 2021. Stelt zich op het standpunt dat de leden wiens bevordering nog niet gerealiseerd is, ernstig benadeeld worden daar hun werkzaamheden niet in lijn zijn met hetgeen zij als functie op papier zijn en derhalve de rechtspositie van deze groep verbeterd moet worden. Doet het verzoek om haar toe te kennen een kledingtoelage voor de aanschaf van representatieve kantoorkleding en schoeisel. Gaat akkoord met het toekennen van medische voorzieningen, te weten SZF tandheelkunde C-pakket en gezichtsvermogen 3500 SRD per 2 jaar. De BGP doet het verzoek om bovenstaande te doen realiseren per eind november 2022. Bedankt ook en fijne dag. Ja. Dank u wel. Nu hebben jullie je petitie ingeleverd, gaan jullie weer naar het werk? Nee, we gaan weer terug naar het werk om uit te klokken, maar we gaan de werkzaamheden niet hervatten. We gaan uitklokken en dan gaan we naar huis en we wachten de reactie af van de regering. En morgen zijn jullie weer aan het werk? Nee, morgen gaan we ook aan de hand van als we de reactie krijgen, gaan we misschien de werkzaamheden hervatten. Maar dat is vooralsnog nog niet beslist. Dus als de reactie uitbleef, gaat onze actie door. Dus totale werkneerlegging? Totale werkneerlegging. Voor onbepaalde tijd? Voor onbepaalde tijd. We willen een positieve reactie. We zijn ook al moe. We gaan dood. We willen echt oplossing hebben.